Sinds januari 2015 geldt de participatiewet. Die vervangt de wet werk en bijstand en de wet sociale werkvoorziening en een deel van de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de zogenaamde WAJO. Met die participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan werk helpen. En daarom hebben het kabinet, werkgevers en werknemersorganisaties afgesproken om extra banen te creëren. Meer mensen volwaardig betrekken bij de arbeidsmarkt is ook het doel van samen banen sporen. Een aantal werkgevers geven aan waarom ze meedoen. Ik heb eigenlijk nooit stilgestaan om iemand in dienst te nemen met een beperking, om het zo maar te zeggen. Totdat het te sprake kwam via een kennis van mij. Of ik eens een keer een buurjongen van hem hier als stageopdracht hebben willen laten lopen. En zo is het van het een in het andere ingerold. Het hebben van een bedrijf, het runnen van een bedrijf is meer dan alleen centjes verdienen. Volgens mij maak je ook deel uit van een sociaal, maatschappelijk, economisch, lokaal systeem, zeg maar. Ik vind dat iedereen daar zijn bijdrage aan moet leveren. Audent ICT is een ICT-bedrijf dat zich specialiseert in het werken met mensen met een vorm van autisme. Diensel Personeelsdiensten in Twello is een uitzendbureau, opereert regionaal en probeert te bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers. Ja, in de groenvoorziening wordt al ruimschoots gebruik van gemaakt. Kijk, met het machinewerk wat wij hebben, lukt het prima. Ons oude bedrijf is een vakgarage. Sinds kort, we zijn per 1 oktober vakgarage geworden. Wij onderhouden universeel alle automerken die er voorkomen. Dat samen scoren werkt, blijkt ook uit de reactie van een aantal werknemers. Ik heb 8 jaar in de bouw gezeten. En ik wilde graag wat anders doen en het kwam bij een golfbaan terecht. In Brummen. En dat ging ook allemaal hartstikke leuk en perfect. Maar dat stopte helaas. En de firma Triller die kreeg een grote maaklus in Brummen en in Eerbeek. Dus daar heb ik die vacature gesolliciteerd en dat is nu 8 jaar geleden. Ik ben bij Authenticity terechtgekomen via de gemeente. Ik loop hier een 11 jaar nu. Want ik ben hier 11 april wat begonnen. Ben ik bij een sociale werkvoorziening binnengekomen en zodoende ben ik bij Triller gekomen. Ik liep al een tijdje bij de deur, zeg maar. Ik was door de gemeente aan het werk gezet bij Manege Forst. En daar heb ik bijna een jaar gezeten. Tot op een gegeven moment zijn we met 3 man hier naar het uitzendbureau gegaan en we hebben hier een gesprek gehad en zo zijn we een beetje is het balletje aan het rollen gekomen. Ik heb altijd hiervoor altijd in ook in de groenvoorziening gewerkt. Zeker al wat 2,5 jaar heb ik in Arnhem gedaan. Heb ik ook wel zelfstandige projecten gedraaid. Hiervoor heb ik heel even, 6 weken, heb ik stage gelopen bij een zadelfabriek via school. En daar aan de hand konden ze zien of ik geschikt was voor een goede stage. En vandaar ben ik hier terecht gekomen. En na die stage heb ik hier een contract gekregen. Het werk wat ik hier uitvoer, dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Er ontstaat een heel netwerk van enthousiaste ambassadeurs. Werkgevers en werknemers zijn positief over de resultaten. Wij vinden MVO in het algemeen belangrijk. MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel op 3 factoren, people, planet en profit. Nou, ik wil misschien ooit eens een eigen poetsbedrijf opstarten. Nou, een stukje goodwill, het geeft een goed gevoel. Het vergt natuurlijk wel veel tijd en energie, dat ook. Maar het geeft gewoon veel meer voldoening terug om zo'n jongen gewoon weer de arbeidsmarkt in te krijgen. En hem te zien opbloeien en plezier te hebben in zijn werk. En ja, het hele verhaal daaromheen. Het werk wat ik hier uitvoer, dat bevalt me eigenlijk hartstikke goed. Al onze medewerkers, daar is het hele bedrijf omheen georganiseerd. En met een vorm van autisme. Vanuit dat idee leveren we programmeurs, testers en allerlei andere disciplines. Voor 2005 ongeveer heb ik van alles gedaan. Ook heel veel achter de balie gezeten bij banken en postkantoren. Heel leuk werk.
Alleen ja, als je nu kijkt, er is wel wat veranderd. En ik heb dat zag toen aankomen en ik heb in 2005 de omschakeling gemaakt naar ICT. En sindsdien heb ik in die sector ook gewerkt. Categorie mensen met een beperking of in ieder geval een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn eigenlijk de mensen die al wat langer werkzoekend zijn. Soms langer dan een jaar, dat hoeft niet altijd. Maar soms wordt er vanuit het UWV doorgestuurd naar de gemeente. Op het moment ja, af en toe een beetje bouwplaatsen opruimen. En ja, diverse werkzaamheden, zeg maar, in Putten af en toe op de vuilniswagen assisteren. Ik denk dat het sowieso een hele andere samenstelling van je personeelsbestand geeft. Want mensen, ook de, zeg maar, de reguliere werknemers tussen aanhalingstekens, dat die ook zien dat er meer is dan alleen, zeg maar, de mensen zonder rugzakje, laat ik ze dat maar zo noemen. Dus het geeft ook wel een andere balans binnen je bedrijf. Zoals al meteen krijg ik een warm gevoel. Wie kwam hier binnen? Er was al meteen een warm wat ontvangst. Iedereen is vriendelijk. Deze drie jongens die nu hier werkzaam zijn, en anderen ook, die zijn eigenlijk nooit ziek. Ze zijn er altijd, betrouwbaar. Ze komen afspraken na, dus wij kunnen er goed mee. Die werken. En ja, nu loop ik 9 jaar bij Trielen ongeveer. Ja, machinaal werk, een beetje met ergenschaar, met de bosmaaien. Mocht ik collega's hebben, dan gaan we hartstikke leuk om, maar het grootste gedeelte van mijn vaktijd ben ik alleen. Ja, ik loop nu bij Trielen, werk ik nu iets van bijna 4 jaar. En daar zit ik onder andere op de grote chandeer. Maar hier heb ik ook zelfstandige projecten. Ja, ik heb dat rond ik ook zelf af. Ik mag zelf alles een beetje indelen van hoe of wat. Dat vind ik zelf wel fijn. Werkgevers en werknemers doen mee om verschillende redenen. Eerst is al dat de overheid die legt ons eigenlijk op. Vooral met aanbesteding, dan moet je aan sociaal return voldoen. En dan de ene keer 15%, de andere keer 30%. En dan met deze doelgroepen, dan voldoen we er ruimschoots aan. Dus we hebben ook wel behoorlijk wat jongens in de groenvoorziening belopen. De gemeente is hartstikke leuk, is heel afwisselend werk. Nou, je hebt zorginstellingen, dat is hartstikke leuk. Nou, je hebt particulieren, dat is ook altijd verrassend heel leuk. Het is mooi kort in de buurt altijd, dus dat vind ik ook wel fijn. Ik ga altijd met goede zin er altijd heen, dus mijn toekomst, ja, toch wel meer, toch wel wat grotere machines. Daar wil ik wel graag naartoe werken. Ik werk al een hele leven lang in de IT. Ik heb ongetwijfeld vaak samengewerkt met mensen met een vorm van autisme. En ik merkte dat ze heel goed zijn in het vak, maar lastig te managen, zou een manager dan zeggen. Want ze willen nog wel eens eigenwijs zijn of zeer zelfverzekerd en overtuigd van de enige ware oplossing, en dat is deze. En in een maatschappij van compromis sluiten is dat soms heel lastig. Het verschil in werksfeer is de openheid die je hier hebt en ook het feit dat niet alles vanzelfsprekend is. Dat leidt ertoe dat je hier als werknemer je veel beter kunt ontplooien. En dat heb ik ook gemerkt. Ik heb bij andere bedrijven heb ik op zich goed kunnen handhaven, ik heb ook dingen geleerd, maar hier ja, is het alsof ik mijn vleugels gaan uitslaan en leer ik ook veel meer over mijzelf. De sfeer vinden wij belangrijk om mensen met een beperking bijvoorbeeld op te nemen in ons bedrijf. Het heeft ook voordelen. Het hele team is bezig om iemand te begeleiden en we krijgen ook wel begeleiding van buitenaf. Maar ook ons eigen team is daar vol mee bezig om iemand te begeleiden en dat maakt toch een hecht team. Het is gewoon, vertaald mooi. Je hebt tevreden mensen. En ben je zelf ook tevreden. Wij kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. En dat is een slag die gemaakt moet worden in gedachten. Vaak denkt men, ik doe er niet meer toe. Ik ben niet meer belangrijk. Ik voeg niks toe aan de maatschappij. Dan blijf ik maar in mijn bed liggen of ik ga wat anders verzinnen. Maar juist deze mensen hebben heel veel kwaliteiten. Alleen dat moet er even uitgefilterd worden. Ja, Diesel die belt me af en toe als er weer voor een dagje werk is, zeg maar. En dan zit ik me weer in.
bouwplaats opschonen, zeg maar. En het was voor de vakantie 5 weken en na de vakantie mocht ik nog weer 3 weken terugkomen. Dus dat is heel goed bevallen. Ik heb nog op een bouwplaats in Uggelen gezeten, als opperman, stenen sjouwen. En in de vakantie heb ik nog een paar dagen gewerkt in Uddel, zeg maar. Ik denk dat wij er in economische zin zeker niet rijker van worden, maar als het gaat om samenstelling van personeel en ik denk op de uitstraling van het bedrijf, zeg maar, hoe profileer je je binnen een klantengroep of binnen een lokale gemeenschap, dan word je er rijker van. Dus dat is iets waar ik wel achter sta. Iedereen is wat bekend bij CAP, wat een daar houden ze wel rekening mee. Ja, hij doet alles op gevoel en dat is heel apart. Proberen het zelf ook wel eens, dat we denken van laat me zelf eens proberen om met de ogen dicht wat te doen, maar dat krijg je niet voor elkaar. In Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst werken organisaties voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze netwerken, wisselen kennis en ervaring uit en realiseren projecten. Dat inspireert en draagt bij aan het einddoel. Onder de participatiewet vallen verschillende mensen. Mensen met een arbeidsbeperking die een beroep doen op de gemeente en volgens het UWV geen minimumloon kunnen verdienen. Maar ook mensen met een WSW-indicatie. En tenslotte een deel van de waarjongens, zowel de laag als de hoog opgeleid. Nou, mensen met autisme zijn ongetwijfeld goed in hun vak. Of ze beter zijn dan een gemiddeld mens, dat is niet aan mij denk ik om zo te oordelen. Wat ik wel vind is dat in hun persoonlijke karakteristiek willen ze indringend perfectionistisch zijn. Dus ze willen het heel goed doen. Misschien wel zo goed dat het meer is dan er wordt gevraagd. Omdat we hier vooral aandacht geven aan de talenten die mensen hebben, in plaats ons continu druk te maken over wat dat allemaal niet kan, zie je dat mensen daarin ook gewoon gewoon heel ver in kunnen komen en dus ook heel goed kunnen presteren. Wat onze ervaring is, dat de werknemers vanuit de bijstand in dit geval niet vaker ziek zijn dan een reguliere. Ja, ik vind het raar om een onderscheid in te maken, maar goed, dan in een normale werknemer. Ze komen af en toe kijken, dat heb ik op de bouw in Zwolle meegemaakt. Daar stond ze dan in één keer, nou dan gaan we even een praatje maken en ook weer tijd voor een geintje. En dan gaan we weer aan het werk, want baasdocenten zijn niet van blik. Er zitten zeker voordelen aan verbonden aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijg je iemand vaak eerst op proef, kun je van beide kanten uit testen of het werkt. De UWV betaalt in die tijd de uitkering gewoon door. Verder krijg je vaak ook goede begeleiding voor een persoon, als dat nodig mag blijken. Het is niet alleen idealisme, maar er zitten zeker aantrekkelijke kanten aan. Waaronder dus de ziektedoorbetaling. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, er zitten ook wel kleine nadelen aan. Maar over het algemeen brengt het zeker wat met zich mee en ook op financieel gebied. Ik heb zelf ook een auto, een Scott. En daar gaat ook hartstikke goed mee, want die maak ik minimaal 2 keer in de week schoon. Ik begin steeds verder met zijn kin omhoog te lopen, dus dat is wel mooi. Mensen ontwikkelen zich, beginnen een trots gevoel te krijgen. Ik ben blij dat ik weer aan de slag ben, weer lekker aan het werk ben. Dus alles wordt gecontroleerd voordat het natuurlijk wel naar de consument toe gaat. Dat we wel zeker weten dat het ook veilig en goed is. Maar gewoon een fietser, dat... Daar kan ik alles over vertellen en alles mee doen. Nou, daar kunnen deze jongens goed in meekomen. Nou, op zich bevalt me hartstikke goed, dus ja, voorlopig zou ik er niet uitgaan of zo. Wanneer u als werkgever ook maatschappelijk wilt ondernemen en wanneer u denkt een medewerker met de afstand tot de arbeidsmarkt werk te kunnen aanbieden, dan mailt u met Linda van Zwaaij. Ze maakt graag ruimte in haar agenda.